Elke dag leren we mooie nieuwe gewoontes. We leren mooi te lopen. We leren mooi te staan. We leren mooi te groeten. En deze horen wij vaak. Kijk mooi. Want mooi kijken kies je bij ons. Optiek Ninon. Driven to care, beyond vision. Beste kijkers, goeiedag. Dit is weer een nieuwe aflevering van Ritme. Bij Ritme willen we ons denkniveau opkrikken. Ons talent aanscherpen. Zodat wij het beste uit onszelf kunnen halen. En zo in ons gezinssfeer, misschien in de organisatie waar we werken. En misschien wel op landelijk niveau de verandering kunnen brengen die wij zelf wensen. De persoon die we vandaag gaan interviewen, die is een top accountant. Maar tegelijkertijd heeft hij ook de balans weten te vinden om heel veel altruïstisch werk te doen. En hoe doet de persoon dat? Hoe laat hij zich spiritueel ingeven? En hoe is hij de inspiratie die hij ook wenst in de wereld? Jullie zullen vandaag denken dat het een zuiverloonshow is, omdat er toevallig nu twee zuiverloons aan tafel zijn. Maar deze zuiverloon heeft heel veel meer bereikt. En we gaan vandaag een gesprek met hem hebben, zodat wij de tools aangereikt krijgen om ons talent aan te scherpen. Beste kijkers, ja, jullie hebben het al gehoord, het is een zuiverloon. Vandaag interview ik Rob Zuiverloon. Hoe gaat het met u? Uitstekend. U, je, mag ik je zeggen? Natuurlijk, natuurlijk. Hartelijk dank. Nu wel. Thank you. Uit een gezin van hoeveel komt u? Uit een gezin van 6. Dus we waren 4 jongens en 2 meisjes. De vader was Ludwig Zuiverloon en de moeder was Justina Zuiverloon Berenos. Dus uit dat gezin kom ik. Ja? Okay, en ik was in het rijtje van de 6, was ik nummer 3. Nummer 3. Dus 5 zijn er nog. Okay. Eén is helaas overleden, maar we hebben een hechte band met elkaar. We helpen elkaar, inspireren elkaar en we zijn nog echte familie van elkaar. Waar heeft u uw jeugd doorgebracht? Ik ben geboren op Curaçao. Van de 6 zijn 3 geboren op Curaçao. 2 in Nederland, 1 in Suriname, de jongste. Dat is José, die piloot was bij de SLM. En de jeugd hebben we in eerste instantie doorgebracht op Curaçao, waar de vader werkte voor de KLM. Hij was de controller en vervolgens is hij gaan studeren in het buitenland. Dus de eerste stappen gezet op Curaçao, toen in Nederland en toen naar het paradijs Suriname gekomen. Waar ik dus de lagere school heb doorlopen. De Paschale school een stukje tot de 3e klas en toen weer verhuisd eigenlijk naar Nederland, waar ik de HBS heb afgemaakt en toen ben ik gaan studeren. Zo heb ik mijn jeugd doorgebracht, maar de beginjaren waren voornamelijk de meest belangrijke jaren voor mij, waar het bewustzijn hoog was, Suriname, zorg en hoop. Zorg en hoop, oké. Okay. Ja. Wist u altijd al welke studierichting u op wilde gaan of is dat op uw pad gekomen en u heeft het, want één broer is ondernemer, de ander is piloot, uw accountant. Het is best wel divers. Dus het is niet zo dat u in een hokje was waar iedereen één richting op moest.
Hoe komt het dat u gekozen heeft voor accountancy? Een grote inspiratiebron was mijn vader. En hij gaf ook veel lessen thuis aan mensen van grote bedrijven. En die mensen die gingen vaak zo happy weg en waren zo blij met wat ze meekregen, dat ik dacht van wauw, dit wil ik ook gaan doen. Hoe heeft u uw jeugdjaren hier ervaren in Suriname? Nou, de jeugdjaren waren nou, bijzonder eigenlijk. Hè? Je gaat naar school natuurlijk, maar na school dan doe je ook andere dingen. Je sport, je voetbalt. Ik deed aan bodybuilding toen. Okay. Ik deed aan basketbal. Ik heb een beetje getennist. Ik heb gezwommen. Ik heb van alles en nog wat gedaan. En daardoor leer je een heleboel mensen kennen. Maar je ontwikkelt eigenlijk ook je lichaam. De contacten, de vriendenopbouw, die heb je als je sport. Dus ik heb ook 2 kinderen en ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, zorg ervoor eigenlijk dat je gaat sporten en met mensen in contact komt. Is altijd leuk en dat hebben ze ook gedaan. Daarnaast is het zo dat ik, laat me zeggen, ook in de kerkelijke sfeer was ik actief. Ik ben jaren misdienaar geweest op Zorg en Hoop in de Heilige Familiekerk. De pater helpen als misdienaar en ik was zelf acolyet geworden. Ik ben ook, laat me zeggen, actief geweest in de padvinderij, eerst als welpje. Je weet dan zo. Ja. Akela, wij doen ons best. Ja. En daarna in de padvinderij gezeten een aantal jaren. En dat zijn toch hele, hele belangrijke en mooie ervaringen geweest. Waarbij je, laten we zeggen, mensen leert kennen, maar ook samen probeert op te trekken om dingen in te vullen die van belang zijn. Je ging ook samen kamperen op Zanderij, bij Cola Creek en op andere plaatsen. Nou, dat zijn onvergetelijke momenten geweest eigenlijk in mijn leven. Dus, en dat maakt ook, laat me zeggen, het legt de relatie naar de natuur toe. Als je zo in de natuur bent en in de natuur, laat me zeggen, kan kamperen en je moet koken, popje patu koken. Nou, dat is een fantastische. Het zijn fantastische ervaringen geweest en dat helpt je ook vormen. Dus laat me zeggen, als ik terugkijk, is dat een van de mooiste perioden geweest waarbij je actief met vrienden, familieleden mocht genieten in je jeugd. Ik heb ook nog een tijdje, ik heb veel dingen gedaan, ik heb ook nog een tijdje gitaar gespeeld, 6 jaar op CCS gezeten, gitaar gespeeld. Maar toen ik die pokoe wilde spelen, toen mocht dat toen niet. Ik moest me beperken tot klassieke muziek. En nou ja, op een moment heb ik toen gezegd van nee, ik wil die biggie pokoe spelen. En dat mocht toen niet. Dus bij CCS dan. Hè. En toen ben ik gestopt. En, maar nou, die tijd vertrokken we in 1968. Ik was net 14 jaar. Vertrokken we toen naar Nederland, waar mijn vader ging werken. En hij moest op de ambassade, nou was geen ambassade toen, kabinet van de gevolmachtigd minister werd hij de tweede man. En we zijn toen verhuisd naar Nederland en daar heb ik de HBS, hogere burgerschool, mogen afmaken. En dan economie gaan studeren en na economie weer teruggekomen naar Suriname en toen de accountancyopleiding gedaan en afgerond in Nederland. En laat me zeggen, vanaf 1981 zit ik in het vak en hier, laat me zeggen, de eerste jaren als accountant toch mijn diensten gegeven aan de gemeenschap hier zo. Dus zo is het gegaan met mij en ik moet, als ik terugkijk, heel plezierig, heel happy dat ik deze stappen heb kunnen doen. Ja, ik praat natuurlijk vanuit de positie met een beetje voorkennis, uw broers, eentje is ondernemer, eentje is piloot. Hoe bent u geïnspireerd geraakt om de accountancy, om dat pad op te gaan? Zoals ik al zei, eigenlijk, je bent eigenlijk bezig met bedrijven. Je bent bezig met mensen om naar een doel toe te werken gezamenlijk. En ik zag het eigenlijk, zoals mijn vader vele lessen thuis gaf, zag ik het hoe hij mensen kon inspireren om ervoor te gaan en om succesvol te zijn. En dat wilde ik ook doen en dat heb ik ook gedaan. Dus die inspiratie die zat erin. En ik had, laat me zeggen, ook in de economische vakken, boekhouden, handelswetenschappen, economie, statistiek, wiskunde. Ik had dat, laat me zeggen, met een paplepel naar binnen gekregen. Via de genen.
Okay. Dus ja, die dingen die lagen mij, zaten goed. En als ik terugkijk aan mijn periode, laat me zeggen, toen de tijd, of ik weet niet of het nu nog gaat, maar op een Paschale school had je groepen. Groep 1, als je 0 onvoldoende had. Groep 2, als je 1,5 had. Groep 3, dan had je 2,5 en meer. Nou, ik heb altijd mogen zitten in groep 1 en zelf goede invulling mogen geven, laat me zeggen, aan de dingen die de school bracht. Maar die dingen die lagen mij, nogmaals, vanwege de genen, maar ook de belangstelling van mij, die zat in die richting. Dus duidelijk voor mij de richting die ik moest kiezen. U heeft uw carrière voornamelijk in Nederland doorbracht? Nou, niet helemaal. Ik heb na afstuderen, ik heb economie eerst gedaan, 5 jaren economie gedaan in Nederland. Toen ben ik, de studie ging voortreffelijk. Toen ben ik direct teruggekomen naar Suriname. Heb ik op het accountantskantoor van mijn vader gewerkt, accountantskantoor Zuiverloon. En ja, ik was gespecialiseerd, laat me zeggen, in administratieve organisatie, interne controles. Dat was een specifiek gebied van de economiestudie toen, bedrijfseconomie. En ik heb toen een paar jaren gewerkt bij hem. En daarna, en leuke klanten ook gedaan in die periode. En daarna ben ik teruggegaan naar Nederland om de accountancystudie te doen. Dat was ongeveer 3 jaren. En daar heb ik afgerond. En toen ben ik weer teruggekomen naar Suriname. En toen heb ik gewerkt bij het kantoor Zuiverloon en bij Kleinveld Kraaienhof & Co. Ik ben zelf in 1983 ben ik mede-aandeelhouder en partner geworden van Kleinveld Kraaienhof & Co. Het heet tegenwoordig KPMG. En ook het kantoor Zuiverloon was ik ook partner. En ik heb hier gezeten tot en met 1987. Toen kreeg ik een mooi aanbod eigenlijk om ook naar Nederland te gaan en op het Amsterdamse kantoor van Deloitte. Laat me zeggen, ook partner te worden. En dus ik ben toen vertrokken naar Nederland. En ik moet zeggen, daar heb ik vele jaren gezeten. En ik heb hele mooie grote klanten mogen bedienen daar. Maar echt hele grote klanten. Ik weet niet, Albert Heijn zegt jullie wat. Zegt u wat natuurlijk. Maar ook Microsoft en Renault en Starbucks en UPS. Allemaal grote klanten. De bank heb ik gedaan. Maar als ik terugkijk, dat was in Nederlandse periode, heb ik ook in Suriname, vele jaren dat ik hier heb gezeten, heb ik toch ook mooie klanten mogen doen. Dingen zoals Bruinzeel, H.J. de Vries was ook een klant. Hakerin Bank kwam ik ook, Academisch Ziekenhuis, Staatsziekenfonds, Margarine Vettenfabriek. Dat soort klanten hadden we allemaal in de portefeuille. En dat waren toch zeer leerzame periodes voor mij, die mij mede hebben gevormd, zodat ik succesvol kon zijn in Nederland. Maar op een gegeven moment, ja, als je jong bent en je hebt al die grote klanten gedaan, raak je op een gegeven moment uitgekeken. En toen kwam er het aanbod van Deloitte. Deloitte is een, je hebt 4 grote kantoren in de wereld. Deloitte is de grootste. Dan heb je Ernst Young, EY, Pricewaterhouse en KPMG. Dat zijn de big 4 in de wereld. Dus als je zo een uitnodiging krijgt om te participeren in zo'n grote organisatie, nou, dan moet je het omarmen. En dat gaf weer de gelegenheid dat ik me verder kon ontwikkelen. En ik heb op het Amsterdamse kantoor gezeten van Deloitte, zelf in een managementpositie een tijdje. En toen ben ik gaan specialiseren en heb ik voornamelijk buitenlandse klanten gedaan. Hele grote internationale klanten in de hele wereld. Dus ik heb alle hoeken en gaten van de wereld gezien. En dat was toch leuk, ja. En na mijn pensionering, 2012-13, want de leeftijd is 60 jaar dat je met pensioen moet gaan. Toen hebben ze me nog gevraagd om te gaan draaien, de kantoren in het Caribisch gebied voor Deloitte. Dus ik was de managing partner op Curaçao. Ik deed Aruba, Suriname viel er ook onder. Sint Maarten en ik heb nog 1 jaar lang, laat me zeggen, dingen in de Bermuda. Dus heel Caribisch gebied voor Deloitte gedaan. En dat waren toch hele leuke ervaringen die mij mede hebben gevormd. En ik heb toen ook een behoorlijke bijdrage kunnen leveren, laat me zeggen, vanuit Curaçao. Ook in Suriname, waar ik toch betrokken was bij, ja, bij de banken hier zo. Ook bij de Centrale Bank.
We hebben werk gedaan voor Telesuur, voor Kersten, voor Baitali Groep, voor ja, echt grote bedrijven. En dan kon je daardoor je internationale kennis, die je had opgebouwd al die jaren, kon je ook mede investeren eigenlijk in de Surinaamse gemeenschap, waar toch bottom line je hart ligt. Want ik ben wel geboren op Curaçao, maar uit Surinaamse ouders en je hart ligt toch hier zo. We hebben iets met Suriname. Het is mijn land. Zo heb ik dat altijd ervaren. Ja? Als jonge, ja, hoor ik, bent u met heel veel materie, rijkdom, geld in aanraking gekomen. Hoe komt het dat u toch een zekere mate van eenvoud wist te houden? En een bepaald balans in uw leven. Want zo heb ik u ook altijd gekend. Ja, ja. Zeer rustig, niet uit de hoogte, niet wat heel makkelijk kan. Ja, 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 hoe komt het dat u die eenvoud heeft weten te omarmen en blijven vasthouden? Nou ja, ik heb het met ik heb het de genen, via mijn genen meegekregen. Mijn vader, mijn moeder, die hebben zich ook altijd ingezet eigenlijk voor de gemeenschap. Mijn vader was heel actief in de katholieke kerk. Hij was in het bestuur van het seminarium, in het kerkbestuur. Hij heeft een van de hoogste pauselijke onderscheidingen gehad. Mijn moeder was ook actief in de Kennedy School. En dat werd met een paplepel ingegeven. Ze heeft jaren in het bestuur gezeten van de Kennedy School om kleinen te helpen. En dan zie je dat als je dat soort dingen doet, dan hoef je niet arrogant te zijn. En de happiness komt niet alleen van geld. Geld is derde plaats. Maar de eerste plaats is dat je gezond bent en dat je iets kan betekenen voor de gemeenschap waarin je leeft. En dat geeft een stukje happiness en blijdschap. En geld moet, bij veel mensen is dat helaas een driver, maar bij mij absoluut niet. Ja, maar dat vind ik heel belangrijk. Hoe heeft u dat weten te houden? Want ja, u bent accountant. U komt in aanraking met de wat ik zo gehoord heb, de rijkste organisaties. Dus ook de mensen, de organisaties worden bemand met mensen. Hoe heeft u wat integreert u in uw leven? Spiritualiteit, is het het meditatieve? Wat doet u om die eenvoud vast te houden? Nee, net wat ik zeg eigenlijk, het heeft te maken met wat zijn de belangrijke dingen in het leven? En waardoor laat je leiden in het leven? En dat probeer ik net uit te leggen. Je bijdrage leveren aan de gemeenschap. Je laten inspireren door, ik was misdienaar, ik was acolyet, actief in de kerk. En dat was voor mij liefde, binnen het gezin uiteraard, maar ook naar buiten toe uitdragen. En daar speelt geld niet de belangrijkste rol. En zelf als je volle portemonnee hebt, je bent gezond en liefdevol, denk ik dat je leven niet slaagt. Dus ik heb me altijd laten leiden door, liefde voor het gezin, voor de gemeenschap. Dingen doen voor anderen, dat zijn voor mij de drivers geweest. En ik heb dat meegekregen, laat me zeggen, op school, in de kerk. Dat zijn dingen die mij geïnspireerd hebben eigenlijk om me in te zetten, laat me zeggen, voor de gemeenschap. En dan zijn de andere dingen, komen op de derde, misschien op de laatste plaats. Natuurlijk, je moet een boterham kunnen kopen, een broodje bakkeljauw kunnen kopen, of een rotje kunnen kopen, weet je wel. Maar het is niet het belangrijkste in het leven. Je moet, laat me zeggen, iets voor je gemeenschap betekenen. En dan komen dingen automatisch naar jou terug. Zo gaat dat. En dan word je, ik mag zeggen, ik ben tot nu toe redelijk succesvol geweest. Ik ben nog gezond. Maar ik heb het gevoel, doordat ik geef, krijg ik ook zelf weer terug van de gemeenschap. Mijn drive in het leven is liefde voor gezin, voor de familie, maar ook voor de gemeenschap. En dat doe ik tot de dag van vandaag. Het laatste wat ik nu doe, ik zit ook in de kerstengroep nu. Ik help de kerstengroep om de ervaringen die ik heb opgedaan, te delen met hun. En waarom zet ik me daarvoor in? Omdat de kerstengroep, zoals je weet, heeft een christelijke achtergrond. En via de christelijke achtergrond, als ze geld verdienen, gebruiken ze dat geld om goede doelen te dienen. Nou, mooier kan het toch niet in het leven. Het gaat niet alleen om zakken vullen, maar het gaat om wat kan je betekenen voor je gemeenschap. Voor de scholen, voor Huizen Asiana, voor weet ik wie. Voor je een bijdrage leveren aan de gemeenschap. En dat vind ik iets dat stimuleert mij. En daarvoor ga ik in het leven.
Met uw internationale ervaringen, dan kijkt u nu terug naar Suriname. Waar denkt u dat de echte knelpunten liggen en waar echt verandering moet komen, wil deze gemeenschap een groei doorstaan? Ja, is een hele goede vraag. De vraag is economisch. Bedoel je dat? Of is het, kan economisch. Het is veel omvattender. Natuurlijk, met uw internationale ervaring. Kijk, kan u met een economische blik kijken, maar ook een sociale blik. Ja. Waar denkt u, binnen welke lagen, hoe denkt u dat de opbouw van een samenleving moet zijn? Ik denk, goede vraag, ik denk dat we, laten we zeggen, broederlijk met elkaar moeten omgaan in deze gemeenschap. We hebben verschillende groepen mensen in Suriname van verschillende etnische achtergronden. We moeten samen optrekken, samen gaan voor het hogere doel, samen iets betekenen voor elkaar, samen de krachten bundelen. Dan krijg je 1 en 1 is 3 automatisch wanneer je de krachten bundelt en je laat inspireren eigenlijk door het goede, door de liefde laat inspireren en daardoor ga je naar een hoger niveau. Dus ik denk het bundelen van krachten van de verschillende groepen moet leiden tot succes. En als je kijkt ook economisch moet dat ook zo. Als je je krachten bundelt, economisch, en je staat erachter, dan ga je zien dat je samen groeit. Wanneer iedereen voor zichzelf bezig is, denk ik, zo, dat is mijn ervaring, denk ik dat je, ja, je kan misschien een beetje vooruitkomen, maar je gaat 100 keer sneller op het moment dat je de krachten bundelt. En wanneer je die krachten bundelt om naar een doel te gaan, je moet het doel ook definiëren, dan moet je er samen voor gaan. En je moet zorgen dat je, en dat is een belangrijk ding in het leven, zorg dat je niet stil blijft staan, maar dat je blijft ontwikkelen. Laat me zeggen, ik volg nog steeds op mijn leeftijd, ik ben over de 60, ga richting 70 langzaam, maar ik volg nog steeds cursussen, ik lees literatuur, ik probeer me te ontwikkelen, ik probeer me in te zetten en dat moet je blijven doen. Je moet je ontwikkelen, je moet jezelf naar een hoger niveau tillen en dat moeten ook de individuele groepen en individuele mensen doen. En wanneer je dat doet, dan ga je zien dat je succesvol bent en dan krijg je een hoge mate van happiness. En nogmaals, 1 en 1 is 3, als je liefdevol met elkaar kan samenwerken en je laat inspireren door een hogere macht. Prachtig geformuleerd. En ik geloof ook dat de behoefte naar verbroederlijking er is. Maar er heerst ook een bepaalde angst. Er heerst ook een bepaalde angst dat we dat niet doen. Want het gebeurt niet. Dat kan je zien in de economische cijfers. Het sociale karakter. Waar denkt u dat deze angst vandaan komt? Want u heeft het in het buitenland. Op internationaal niveau heeft u dingen kunnen meemaken hoe men angst overwonnen heeft. Wat kunnen we in Suriname incorporeren om deze angst te overwinnen, om het verbroederlijkingsproces te stimuleren? Nou, ik denk, goede vraag, ik denk dat je open met elkaar moet communiceren, open tegen elkaar moet zijn. En als er angst is, men mag op een gegeven moment angst hebben, maar laat me zeggen, er zijn altijd in een gemeenschap zijn er leaders, dan moeten de leaders eigenlijk daarop wijzen. En de mensen erop wijzen om niet angstig te zijn, om samen op te trekken en samen te komen tot een goede invulling van zaken. Ik bedoel, die angst die moet je wegzetten, want dat helpt je niet. Angst geeft je niet de energie. Je moet energie zoeken om de goede dingen te doen. En dat kan je doen als je liefdevol invulling probeert te geven aan zaken en je moet laten leiden door een hogere macht. En als je dat hebt, dan ga je zien dat 1 en 1, dat heb ik net gezegd, 1 en 1 wordt 3. Maar angst werkt als een spiraal naar beneden. Maar liefdevol invulling geven aan zaken, dat helpt je om succesvol te zijn. En degene die, je hebt altijd in een gemeenschap en groepen, heb je altijd leaders en niet-leaders. Als je een leaderpositie bent, dan moet je die angst proberen weg te halen. En nogmaals, mensen stimuleren om, laten we zeggen, samen op te trekken en samen invulling te geven van zaken. Als u nu ziet de positie waar Suriname zich nu bevindt ten opzichte van de wereld, waar denkt u dat de grootste investeringen gedaan moeten worden nu
willen we op een iets sneller tempo naar op internationaal niveau opereren. Zowel vooral zakelijk, want u bent in zoveel organisaties. Waar moeten we hier nu in gaan investeren? Willen we daar, zegt u, moet dat in de educatie zijn? Op de eerste plaats, laat me zeggen, goede vraag. Op de eerste plaats denk ik, en ik heb de 100% overtuiging dat de educatie je tillen naar een hoger niveau kan helpen om je ogen te openen en om te werken aan goede dingen. Ik denk dat educatie een van de belangrijkste dingen is. Als ik kijk in mijn internationale carrière, dan zie ik grote bedrijven die succesvol zijn, omdat ze mensen hebben die nadenken, mensen die ontwikkeld zijn, mensen die verder kijken dan hun neus lang is. Dus educatie is de basis om succesvol te zijn. Als ik kijk, ik heb geprobeerd om mezelf te ontwikkelen. Eerst economie gestudeerd, daarna accountancy, maar daarna nog een heleboel andere bijcursussen en dingen gevolgd. En ik zag, als je dat op een goede manier invult, dat automatisch deuren voor je opengaan. En ik denk dat dat ook in Suriname moet gebeuren. Dat je, laat me zeggen, jezelf lift eigenlijk naar een hoger niveau. Als ik nu kijk, ik vertelde net, ik heb een zoon en een dochter. De zoon is wiskundeleraar, de dochter is uroloog. Maar vooral die dochter die zet zich maximaal in voor blaaskankeronderzoek. Ze is gepromoveerd. Maar doordat ze zich zo enorm ontwikkelt, gaan deuren automatisch in de wereld voor jou open. Zij wordt op het Wereld Urologisch Kankercongres in Chicago uitgenodigd om te komen spreken. Ik bedoel, als je je niet ontwikkelt, dan gaan die deuren niet open. Begrijp je? Dus je moet je, first thing is, je moet je goed ontwikkelen en optillen naar een hoger niveau. En daarnaast, ik denk dat het ander aspect is, dat je met elkaar moet samenwerken en samen moet optrekken. En als je kijkt naar Suriname en je kijkt naar buitenland, dan moet je kijken met welke landen kunnen we als Suriname samen optrekken om er een succes van te maken in de business die wij hebben. In de houtsector, in de goudsector, in de weet ik veel wat voor sectoren allemaal. Waar Suriname toch enorme mogelijkheden heeft om zich te liften naar een hoger niveau. Je kan het niet alleen. Kijk maar naar de goudsector. Ik bedoel, dan hebben ze grote bedrijven als Caterpillar nodig in Amerika om hier materieel te leveren. Je hebt deskundigen nodig. Ik bedoel, dat heb je nodig. In de oliesector, je hebt deskundigen uit het buitenland nodig. Als je die goede samenwerking hebt, laten we zeggen, met buitenlandse deskundigen, en je lift jezelf ook dat je een geaccepteerde sparringpartner kan zijn, dan gaat het automatisch de goede richting uit. En zo zijn er, laten we zeggen, meer clusters in Suriname. We hebben de houtsector, we hebben net gehad over goud, de oliesector, maar ik denk ook in de rijstsector. Als je mee kan gaan in dat internationale gebeuren en je probeert door kennisopbouw je te ontwikkelen, door goed samen te werken met anderen, dan word je automatisch succesvol. Dus u zegt educatie? Number one. Oké. Okay. En wat vindt u van het educatieniveau? Wat vindt u van het ministerie van Onderwijs? Oh, nou, dat is dan iets heel specifieks. Maar het niveau, het opleidingsniveau in Suriname, vindt u dat dat op peil is? Nou, ik kan geen oordeel daarover uitspreken. Laat me zeggen, in zijn algemeenheid, dat is één. Twee, ik heb veel in het buitenland gezeten. Ik heb, wat ik zie, is als ik toen ik in Nederland was, maar ik heb ook jaren op Curaçao gezeten, waar ik het grote kantoor leidde in het hele Caribisch gebied. Ik heb Surinamers vaak een kans gegeven, want zijn toch mijn kondremangs. Ja. Dan zag ik voor algemeenheid dat de ontwikkelingen op mijn vakgebied, ik kan niet spreken over andere vakgebieden, maar dat ze wat achterliepen eigenlijk. En dat het niveau, zeker qua economie en qua accountancy, naar een hoger niveau getild moest worden, wil je internationaal meedoen. Okay. En die mensen die heb ik ook de kansen gegeven, zeker in Nederland en op de Antillen. Ik heb, als ze kwamen, ik zeg, ga die cursussen volgen, ga dat doen. En er waren best wat mensen die daar een succesvolle invulling aan hebben gegeven. Laat me zeggen,
het onderwijs in Suriname, nogmaals vanuit mijn specifieke achtergrond als accountant, econoom, bedrijfseconoom. Als ik kijk zo, dan moet het in zijn algemeenheid naar het meer naar het internationale niveau getild worden. Wat ik ook zag ik ben ook, laat me zeggen, als ik mensen aantrok in Nederland, doordat ik in een managementpositie zat en kansen gaf, en ze gingen studeren naar Nederland, dan werd de doctorandus of de master's degree werd niet in Nederland op de universiteiten als volg gezien. En dus ze moesten aanvullende vakken volgen om naar het Nederlandse niveau te gaan. Dus er moest daadwerkelijk iets gebeuren. Okay. Ik heb toen ook vanwege mijn inzet, mijn liefde voor Suriname, ik heb zelf jaren in het bestuur gezeten van de In Holland Hogeschool. Het is nu verkocht aan het FHR-instituut van meneer Limapo. Ja. Fantastische school. We zijn begonnen met 10 studenten. We hebben hem opgebouwd naar 1000 studenten. En ik heb het belangeloos 10 jaar gedaan zonder 1 cent te vragen voor mijn inzet. Omdat ik wilde dat Suriname naar het niveau moest gaan. Het Nederlandse, het internationale niveau. En dat was ook zo. Ik weet niet wat er daarna is gebeurd. Maar ik hoor ook goede dingen van het FHR-instituut. Hele goede dingen zelf. Maar er werd onderwijs hier gegeven. Je weet, het was aan de Burenstraat, geloof ik. Ja. Werd onderwijs gegeven waarbij de internationale norm en de Nederlandse norm als uitgangspunt en basis werd gehanteerd. En men keek eigenlijk mee in die school om te kijken van of die invulling wel goed is. En ik hoop, dat laat me zeggen nu, dat is ook eens voortgezet, want ik ben toen al 6-7 jaar geleden ben ik daar gestopt. Nadat ik, zoals ik al zei, 10 jaar daar mijn energie aan heb gegeven. Dus wat ik hoor is dat het FHR-instituut ook de nodige connecties heeft, internationaal, en de mensen probeert op te leiden naar een hoger niveau. En dat moeten de universiteiten, laat me zeggen, in zijn algemeenheid, nogmaals, ik kan geen oordeel geven van de anderen, moeten de universiteiten, de hogescholen, de scholen hier, moeten proberen om dat internationale niveau te halen. Wil je straks meegaan en wil je straks meespelen in het internationale gebeuren? Duidelijk? Super, super. Nee, je moet. Dus daarom zeg ik, educatie is zo belangrijk. En het is de basis voor succes. Ik ga u nog 1 vraag stellen. Zou u nog een laatste boodschap aan de jeugd willen geven? Laatste boodschap aan de jeugd. Belangrijk is, denk ik, en dan kijk ik even terug wat ik net heb gezegd. 1, liefdevol met elkaar omgaan. Laat je dus inspireren door je ouders, door je broers, door je zusters, door je vrienden. Ga liefdevol met elkaar om. Dat is 1. Dat is belangrijk. Je moet happy zijn. Thuis, met je vrienden. En dat is de basis voor alles. Nummer 2, we hebben gesproken over de tweede stap. Dat is probeer te studeren, probeer je te ontwikkelen. Niet iedereen hoeft accountant te worden, niet iedereen hoeft econoom te worden of dokter te worden. Nee, maar probeer, of technicus. Probeer je te ontwikkelen en te tillen naar een hoger niveau. Hoe hoger je gaat in een organisatie, of hoe welkomen in een organisatie, wordt des te makkelijker als je educatie goed is geweest. Dus probeer naar school te gaan en je te ontwikkelen. En ik denk als je die combinatie maakt, dus zoals ik eerst zei, van proberen thuis met vrienden enzovoorts prettig om te gaan met elkaar en je zet dat educatieproces erbij, dan ga je zien dat je automatisch succesvol wordt in je leven. Ik denk dat de boodschap is naar de jeugd toe. Prachtig. Hartelijk dank voor uw tijd en uw inspiratie. Dankjewel. Okay. Beste kijkers, jullie horen het. Je ontwikkelen. Of dat nou op school is, mocht je die mogelijkheid niet hebben. Je hebt ook internet en je hebt vooral boeken. Maar ook het stukje teruggeven heeft ook met kennis te maken. Als je niets hebt, kan je niets geven. En daar begint angst. Daar begint corruptie. Daar begint haat en jaloezie. Als jij je niet ontwikkeld hebt, heb je niets om te geven. En dan zal je automatisch egoïstisch denken.
egoïstisch handelen. En alle sprekers bij ritme. Je ziet dat er een proces is. Alleen zijn, ontwikkelen. Ja, er wordt ook geld verdiend, maar er wordt ook heel veel teruggegeven. Dat is ook het proces van ontwikkeling. Weten dat het niet om jou alleen gaat, maar dat het om ons gaat. We zijn een gemeenschap. We zijn één mensheid. En dat vergt dat we elkaar naar een ander niveau toe tillen. Beste kijkers, ik dank dat jullie weer gekeken hebben. Ik hoop dat het even inspirerend voor jullie was als voor mij. En nogmaals, de laatste boodschap, ontwikkel je. Durf het verhaal te zijn dat de volgende generatie inspireert. Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie die mailen naar info@agapewings.com. Als jullie geïnspireerd willen raken, ga even naar de Facebookpage Agape Wings of Instagram. Er is altijd wel wat. Nogmaals mensen, ik dank jullie voor het kijken en blijf in spiritueel ritme. Bedankt. Mooie nieuwe gewoontes. We leren mooi te lopen. We leren mooi te staan. We leren mooi te groeten. En deze horen wij vaak. Kijk mooi. Want mooi kijken kies je bij ons. Optiek Ninon. Driven to care beyond vision.